meisjes, zusjes die onafscheidelijk zijn. Niet zomaar zusjes, maar elkaars spiegelbeeld. Die samen spelen, samen zwemmen en elkaar troosten en steunen als ze het moeilijk hebben. Dat klinkt als een mooi verhaal, toch? Helaas is vermoorde onschuld geen sprookje waarbij de zusjes aan het eind van het verhaal nog lang en gelukkig leven. Nee, Vermoorde onschuld is een prachtige graphic novel uitgekomen bij Le Lombard. Het is het debuut van schrijfster Sylvie Roger, de partner van de tekenaar Olivier Grenson. Ja, Grenson heeft al heel wat mooie titels op zijn naam, waaronder bijvoorbeeld Nicolas Corda. Dat is toevallig de enige die ik even ken dan. In dit boek, de tekenstijl die hij hanteert is heel erg mooi. Waardoor het echt het idee geeft van potloodtekeningen. En ik was het aan het doorbladeren. Ja, en ik kwam deze platen tegen. Die vond ik zo ontzettend mooi. Toen had ik al meteen zoiets van wauw. En dat was nog voordat ik het verhaal gelezen had. Toen had ik echt wel zoiets van oké, jongens, dit wil ik gaan lezen, want daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Maar ja, zoals ik al zei, dit is helaas geen sprookje. Dit boek, dit verhaal hierin is een familiedrama. En eigenlijk eentje die nooit zou voor mogen komen. Want het geluk van deze zusjes wordt al op hele jonge leeftijd overschaduwd door een donkere wolk. En dat komt van juist de enige persoon van wie die donkere wolk niet af zou mogen komen. Namelijk van hun moeder. Als je het verhaal aan het lezen bent en je ziet hoe die moeder reageert op die kinderen, ja, dat blijkt gewoon overduidelijk uit dat zij niet van die kinderen houdt. Je zou bijna zeggen, ze heeft een hekel aan die kinderen. En ze probeert ook op allerlei manieren die zusjes uit elkaar te drijven. Want die moeder ziet natuurlijk ook dat die zusjes heel erg hecht met elkaar zijn. Dit beeld vind ik zelf wel heel erg mooi, heel sterk daarin. Dat je die verbondenheid laat zien. En die moeder die probeert dat uit elkaar te trekken. Er worden een paar hele sterke voorbeelden in aangehaald. Maar eentje die vond ik wel heel bijzonder. Dat ze op een gegeven moment met die kinderen naar de kapper gaat. En die zusjes die hebben natuurlijk eerst zo even zoiets van ja, ik wil eerst. Nou, op een gegeven moment mag een van die twee meisjes die mag eerst. Die moeder die zegt tegen de kapper, die laat even zien, die wil het zo hebben. Die kapper die heeft nog even zoiets van weet je het zeker? Ja, dat is. En dan gaan ze knippen. Ja, en dan zie je al wat er gebeurt. En dan heeft die moeder tegen dat andere meisje zoiets van nee, weet je, dat staat jou niet. En dan gaan ze weg. Gelukkig is het natuurlijk niet alleen maar ellende wat die meisjes meemaken. Ze hebben een aantal momenten in het jaar waarin het even beter gaat. Sterker nog, wanneer ze even echt kunnen genieten. En dat is in de zomer als ze op vakantie gaan met hun oom en tante. Dan zie je die meisjes opbloeien. Dan zie je dat ze plezier hebben, dat ze spelen. Maar ze worden ook overladen met liefde vanuit hun oom en tante. En je merkt ook gewoon, die houden echt van die kinderen. In tegenstelling tot de moeder die er gewoon ja, echt een hekel aan heeft als je dat zo leest. En je vraagt je natuurlijk steeds af van, hoe komt dat? Hoe komt het dat een moeder een hekel heeft aan haar kinderen? En dat komt uiteindelijk wel naar voren. Want als je het verhaal aan het lezen bent aan het begin, dan merk je al van, er gaat iets gebeuren. Zo naar het einde van dit verhaal toe kom je uit op een noodlottige kerst. En dat is het moment dat eigenlijk alles uit gaat komen wat hier nou in verborgen zit in dit verhaal. Want de waarheid om die zusjes die komt naar voren. Want daar blijkt veel meer mee aan de hand te zijn dan je op het eerste ogenblik zou denken. Het zijn niet alleen maar zomaar twee hele hechte tweelingzusjes. Nee, daar zit nog wat meer achter. Die hele familierelatie, hoe dat precies zit. Maar ook eventjes de reden, de ware reden waarom hun moeder een hekel aan die kinderen heeft. Ook dat komt naar voren. En ja, dan heb je echt wel even zoiets van, het is een heel tragisch verhaal wat dat betreft. Maar het is geen lichte kost, maar wel een heel mooi verhaal. En wat ik al zei, het is prachtig getekend door Olivier Grenson. Dus ja, ik moet zeggen, ik heb echt wel, ja, klinkt een beetje, vind ik altijd een beetje raar klinken bij zo'n tragisch verhaal. Maar ik heb zeker wel genoten van het boek. Want ik vond het een heel mooi boek. Ik vond het een mooi verhaal, aangrijpend verhaal. Gelukkig wel met wat lichtpuntjes erin. Maar ja, toch wel weer even die tragische, noodlottige kerst waar het dan eigenlijk allemaal om draait, dit hele verhaal. Dus een heel bijzonder boek. Ik kwam op in de recensie van stipspeciaalzaak.be kwam ik even een oproep tegen. Die wil ik toch wel graag even herhalen, want ik denk dat dat wel goed is vanwege dit boek. Want er zijn natuurlijk voornamelijk mannen
die strips lezen. Er wordt gezegd, dit zou juist een boek zijn wat ook vrouwelijke lezers zou kunnen aanspreken. Vandaar dat er een oproep werd gedaan. We raden je tegelijk aan om het album te delen met vrouwen in je kring. Want het album schreeuwt om een grotere schare striplezers die bij je vrouwen in de smaak vallen. Nou, ik denk dat deze daar zeker wel bij kan horen. Want het is echt een prachtig boek. Nou, Vermoorde Onschuld, je vindt hem bij de stripwinkel. Ik kan alleen maar zeggen, ga deze lezen, want het is echt een prachtig boek. Ik wens je heel veel leesplezier, bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.